Hoi en welkom weer bij een nieuwe video. It's been a hot minute, maar ik heb er weer zin in. En vandaag ga ik eigenlijk een get ready with me doen. Maar ik woon sinds kort op mezelf, sinds gisteren eigenlijk. En ik woon hier nu, maar ik ga jullie een beetje vertellen over hoe dat allemaal zo is gekomen. En ondertussen ga ik me even klaarmaken, want het is 12 uur en het is tijd om maar eens gaan klaar te maken. Dus let's get started. Ik begin met deze primer van Bobbi Brown. Die is echt top. Ik ga wel even mijn haar vastdoen. Oké. Gewoon even zo. Het ding is, mijn broer woonde hier en hij is nu voor een half jaar vertrokken naar Singapore. Voor uitwisseling van zijn studie. En daarom mocht ik hier eigenlijk even op dat huisje passen. Voor een half jaar. Dus ik mag hier gewoon zitten. Ik mag hier gewoon leven. Dus ik bewaar zijn huis, als het ware. Dus dat is echt fucking chill. Dat dat überhaupt gewoon kan. Ik pak deze concealer van NARS. Dus eigenlijk zit ik hier gewoon voor een half jaar. Mag ik hier gewoon wonen en alles. Maar het is dus van hem. En ik betaal huur aan hem, zeg maar. Maar het is echt zo chill. Ja, misschien, je kan het een beetje zien, maar hier, het is nog niet helemaal af. Dus vandaar, daar is het bed, wat nog niet echt een bed is. Hier, ik zit nu aan mijn bureau, kledingrek, maar ik laat zo wel even. Nou, nee, dat doe ik wel als het af is, dat is leuker. Ik doe even een lampje aan. Anyway, hij is dus nu na een half jaar naar Singapore en we gingen hem zondag uitzwaaien. Dat is echt heel sad. Ik moest echt een beetje huilen. Ik dacht echt, oh my god, hij gaat gewoon een half jaar weg. Dat is echt fucking lang. Dat vond ik echt niet zo leuk. Eigenlijk, ik had helemaal niet verwacht dat ik er zo'n soort van verdrietig om zou zijn. Dat ik er zo bij zou voelen. Want ik dacht, ja, ik zie hem daarna toch wel weer. En dat komt wel goed. Maar ik vond het, ik vond het gewoon echt niet leuk. Wat natuurlijk ook wel logisch is. Maar goed, hij is dus weg. En na een half jaar komt hij gewoon hier weer terug en ga ik er weer uit. En dan is het eigenlijk het plan dat ik een kamer vind in Utrecht, want daar studeer ik nu. Na de zomer begin ik daar. Ik ga cultuur en media doen. En ik heb er best wel zin in. Oh, er zit een wimper hier. Maar ik vind het ergens ook wel een beetje spannend. Want ja, ik ga naar de universiteit en ik heb hiervoor HBO gedaan. Dus ik weet niet in hoeverre dat een stap is. En I don't know. Ik had vorig jaar, als ik heel eerlijk ben, echt niet een klik met iemand in mijn klas. En dat vond ik echt heel jammer. Ik had gewoon met niemand een klik. En ik hoop dat dat dit jaar wel zo is. Ik denk het wel, want ja, universiteit is natuurlijk veel groter. Want ik deed vorig jaar cultureel erfgoed. En ja, dat is gewoon één school, één opleiding. Zit in Amsterdam ook. Dat is het. En nu zit ik in Utrecht en is natuurlijk een opleiding. Oeh, dit is echt heel veel. Ik heb trouwens deze blush van Rare Beauty. Die heb ik in Parijs gekocht. En hij is echt stunning. Alleen, het is echt waar wat ze zeggen. Dit is veel te veel. Terwijl, wat is dit nou eigenlijk? Maar ik ga het even zo uitblenden. Dan hopelijk zuigt dit sponsje iets op. Ik heb trouwens belletjes om, dus als je denkt, wat de fuck hoor ik? Wanneer was dat? Alweer een paar weken geleden. Nee, 1 week geleden of zo? 1 week geleden? Ja, serieus, ik kom 1 week geleden terug van vakantie. Ik was naar Griekenland geweest met mijn moeder en mijn zusje en het was echt geweldig. We kennen Griekenland al wel, want we zijn al wel eerder geweest, maar we hebben echt hele mooie dingen gezien en het was echt letterlijk amazing. Kijk, dan is het zo. Ik weet niet of je het zo een beetje kunt zien. Het licht is wel een beetje raar, want ik kom zeg maar, hier heb ik een groot raam en hier een muur. Dus het is een beetje wat je wil. Het is een beetje wat je wil, maar goed. Wat zou ik eens gaan doen? Zou ik oogschaduw op doen? Ik had dus laatst een soort gouden oogschaduw op gedaan en ik vond het echt super mooi. Maar ik heb dat niet. Ik heb nog niet alles hier. Dus ik heb alleen deze highlighter van Too Faced. Die echt een beetje zilver meer is dan goud.
Ook heel mooi. Maar ga ik het doen. Ja, boeien. En vandaag ga ik met een vriendin afspreken. Ik gebruik trouwens dit kwastje van EcoTools, want eigenlijk gebruik ik dat voor highlighter hier. Maar ik heb even niks anders, dus dat is wat is. Nou, dat zie je eigenlijk niet echt. Maakt niet uit, ik doe ook maar wat, joh. Ik doe toch ook maar wat. Maar ik ga vandaag met een vriendin afspreken en die komt hier naar Amsterdam. En dan laat ik denk ik even gewoon zien hoe ver mijn kamer al is, want het is dus nog niet af. En vrijdag heb ik ook, komen ook twee vriendinnen en die gaan we even chillen. Hopelijk is mijn kamer dan ook af. Oh, ik gebruik deze mascara van Maybelline. De Lash Sensational. Ik ben echt heel erg blij en dankbaar dat ik de kamer van mijn broer in mag. Want eigenlijk was ik niet echt per se op zoek. Ik was niet actief aan het zoeken, maar ik wilde wel gewoon zeg maar uit huis. En dit is echt gewoon, ik ben heel erg bewust van het feit dat deze kans me echt in de schoot is geworpen. En dat ik echt letterlijk niks heb hoeven doen. Daar ben ik me heel bewust van en daar ben ik ook heel blij mee. Het is gewoon fijn dat het ook uitkomt voor Marijn, zeg maar. Marijn is mijn broer. Want hij wil iemand erin die gewoon schoon en opgeruimd is en weet ik veel wat allemaal. En dat ben ik. Ik hou er gewoon van als dingen opgeruimd zijn en zo. Dus dat is gewoon, ja, daar heeft hij aan mij gewoon wel een goeie. En weet je, als er problemen zijn, dan is het toch makkelijker communiceren met je zusje. In plaats van dat je er een exchange student of zo inzet. Wat ik ook natuurlijk heel goed kan begrijpen, want die hebben ook gewoon een plek nodig. En dit is gewoon een fucking mooie plek. Dus, maar ja, I don't know. Ik ben gewoon echt heel blij dat ik hier gewoon mag zitten voor een half jaar. En even kan kijken hoe dat allemaal bevalt. Ik ging gisteren dus ook voor de eerste keer boodschappen doen. En het was echt, ja, ik vond het echt heel leuk. Ik vind boodschappen doen sowieso heel leuk. Maar gewoon de eerste keer, ja, ik heb natuurlijk wel vaker boodschappen gedaan. Maar de eerste keer voor de crib eigenlijk. Dus ja, dat was echt super leuk. Oh, ik zit trouwens allemaal mascara onder mijn ogen te smeren. Dus dat is top. Dat is heerlijk. Ik weet niet zo goed of ik heimwee ga krijgen. Ik denk het wel, want ik woonde eerst met mijn moeder en mijn zusje. En ja, we waren gewoon heel close met z'n drieën daar gewoon. Dus ik denk het wel. Maar ik denk dat dit ook heel snel went. Ik doe trouwens even eyebrow gel van de Hema. Dat is echt de beste ever. Ik doe even bronzer op van Too Faced. Dus dat. Oh, nu kom ik er dus achter dat ik allemaal dingen ben vergeten. Ik heb geen wattenstaafjes hier. Ik heb geen make-up remover hier. Dus dat moet ik even halen. Ik heb geen setting spray hier. Ben ik vergeten. Dat is op zich niet super erg. Ik doe trouwens even deze blush op. Die ik echt al veel te lang heb. Volgens mij mag je echt make-up niet zo lang bewaren. Volgens mij heb ik die echt al 6 of 7 jaar. Dat is echt heftig. Die doe ik even op. Want die is nog steeds gewoon heel mooi, vind ik. En die doe ik dan over mijn Rare Beauty blush. En dan highlighter. Ja. Dus dat is een beetje hoe dat allemaal is gegaan. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel hoeven doen. Ja, dat klinkt echt super stom. I know. Ik heb niet hoeven hospiteren. Ik ben een beetje bang dat ik me misschien een soort imposter ga voelen. Oh, ik heb trouwens highlighter opgedaan van Too Faced. Deze. Die ik ook op mijn oogleden heb gedaan. Poging tot. En die doe ik ook hier in mijn ooghoek. I don't know. Hij was er echt vanaf het begin. Iedereen kent hem. Hij is best wel sociaal en outgoing gewoon. En dan ben ik gewoon ergens een beetje bang dat ik heel erg dan vergeleken word daarmee. En dan heel erg het zusje van wordt, zeg maar. Dus daar ben ik gewoon een beetje bang voor. Maar ik denk dat het op zich wel goed komt. Want nou, ik heb ook een klik met die huisgenoot. Zij is echt super lief. Die andere heb ik dus nog niet gezien, maar dat komt wel goed. Dus ik denk dat het wel goed komt. Maar ja, het is gewoon, ik denk er wel gewoon over na natuurlijk. Ik ga even mijn haar ook fixen, want mijn make-up is nu klaar. Dit is een beetje, ik weet niet of je het kunt zien. Nee, het is gewoon een beetje basic. Sorry als je trouwens een beetje gekraakt wordt. Dat is mijn stoel. Die kraakt een beetje. Yep. Ik heb hier dit trouwens wel al. Wacht, dat ga ik even laten zien. Ik heb dit wel al gewoon gefixt. Ik heb een soort organizer. Die had ik nog al van thuis.
Maar die stond bij mij in de badkamer. En daar heb ik nu al mijn make-up in gedaan. En hier mijn haarspullen. Dus dat is echt... daar ben ik gewoon al heel blij mee. En die laat ik gewoon daar staan. Hier is nou, het spiegeltje. Daar is mijn bureau. Dit is allemaal dit. Ik heb gewoon een tv. Die kan ik aansluiten op mijn laptop. Kledingrek dus. Ja, dit. Maar ja, ik vind het dus niet leuk om te laten zien eigenlijk. Want het bed moet dus nog in elkaar. Daar staat nog een doos. Dit is al wel kind of cute. Daar staan nog dingen. Een plant. Allemaal dat soort dingen. Dus dat vind ik gewoon niet zo leuk om te laten zien. Maar ja, hè? Je hebt het nou toch al gezien. Smaakt ook niet uit. Ik ga even mijn haar kammen. Oké, wat zou ik eens in mijn haar gaan doen? Oh, misschien doe ik wel een haarband in. Dat doe ik wel. Dat is wel leuk. Ik heb dit een beetje. Maar alles is ook op. Ik moet alles aanvullen, halen. Dit is ook op. Nou, hier gaat echt niks meer uitkomen. Klein beetje. Kijk, deze heb ik uit Griekenland. En ik vind die echt zo cute. Het is een haarbandje. Dus ik denk eigenlijk dat ik die gewoon in doe. Ja, dat is leuk. Dat doe ik gewoon. Dan heb ik hier mijn sieraden. Ik doe deze horloge om van Captain & Son. Het is ook kwart over 12. Ik heb al 2 uur afgesproken met die vriendin, dus. Die moet nog ontbijten. Lunch. Brunch. Oepsie. En ik doe deze oorbellen in. En dat zijn eigenlijk oorringen met een klein verlengstukje. En die heb ik ook uit Griekenland. En die heb ik van mijn zusje gekregen. Heel lief. Deze zien er dan zo uit. Als je het een beetje kan zien. Ik heb nu dus wel allemaal mascara boven mijn oog. En geen wattenstaafje om dat weg te halen. Dus dat is top. En in mijn tweede gaatje doe ik even deze. Die zijn volgens mij gewoon van de Hema. Die zijn cute. En voor kettingen. Het zit allemaal nog een beetje door elkaar. Die is leuk. Ik weet trouwens echt niet meer waar alles vandaan komt. Want deze heb ik ooit ook op vakantie gekocht. Maar ik weet het eigenlijk niet meer. Deze komen dus van een winkeltje in Griekenland. Weet ik ook allemaal niet meer hoe dat heet. En deze komen dus gewoon van de Hema. Maar ook alweer heel lang geleden. Oftewel, je hebt hier gewoon helemaal niks aan. I'm very sorry. En deze weet ik wel. Dit is gewoon een kettingje en een hanger van My Jewelry. Hij is heel cute met zo'n hartje. Zo, dan is het zo. En dat zit eigenlijk. Nu ben ik helemaal ready. Ik ga even ontbijten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je nog vragen hebt, laat ze gewoon hieronder achter. En dan zeg ik tot volgende week. Bye!